Ik heb wel een groot interesse in meten en berekenen en definiëren van de wereld. Om uiteindelijk met het tool die abstracte wereld iets leesbaarder te maken voor de mens. Iets meer te vormen naar een menselijk geschapen idee van de wereld. En, als het dan omgaan is met die chaos of proberen te begrijpen met wiskundige taal of wiskundige theorieën hoe die chaos ontstaat, dan vind ik dat zeer interessant om er dieper op in te gaan. Dus een project waar ik nu aan het werken ben voor Breda Foto is eigenlijk een vervolg van een project wat ik eerder heb gedaan. Dus nog altijd wel met ingescande blaadjes in die 3D-wereld. Maar ik ga me nu veel harder focussen op één blad. Serieus op ingezoomd. Waardoor die fysische elementen echt puur naar boven komen. En niet meer hoe een blad zich kan laten belichten in verschillende omstandigheden. En omdat je die fysische krachten in je hand hebt met gewoon wat schuivertjes en verschillende parameters, begint je wat te twijfelen over, ja, moet ik nu mijn best doen om dat zo goed mogelijk te laten lijken op de wereld? Of kan ik van die vrijheid profiteren en eigenlijk die reflectie die ik altijd zie in die blaadjes, dat witte wat er zo afkomt, geschenen, kan ik daarin overdrijven en kan ik dat echt eens tonen? En op die manier vind ik het fantastisch dat je tegen die fysische krachten kunt ingaan om zelf iets te tonen, om zelf iets te overdrijven. Maar natuurlijk spreekt het ook voor zich dat dat veranderen van de werkelijkheid, het sturen van menselijke ideeën, dat dat ook wel negatief kan zijn. Als ik ga fotograferen, dan ga ik meestal wandelen met al mijn grief mee. En als ik dan dingen tegenkom, ja, dan springt zich dat vanzelf terug in mijn hoofd. Ja, ik laat me daar wel door leiden. Met hoe ik me voel die dag, of hoe het weer is toevallig, of welke camera dat ik mee heb. En ik denk sowieso elk moment van de dag met hoe dat de zon staat en je bent met die reflecties bezig. Ja, je kunt dat niet kiezen of zo. Je hebt dat helemaal niet in de hand. Dus ik laat me daar liever door leiden dan door echt heel strak te zeggen van goed, het is 1 à 12. Ik moet stilaan dan wel daar gaan staan, want om 12:30 is die zon op dat punt en gaat dat reflectieke zo komen. Dat doe ik liever niet. Ja, ik laat me liever leiden en blijven kijken naar die dingen. En het is onlangs een heel interessante periode geweest waar de blaadjes net terug aan de bomen komen. Als die net aan het ontwikkelen zijn of aan het groeien zijn, zijn die blaadjes nog heel vochtig, nog heel sappig. En op die manier reflecteren die op nog een andere manier dan een doffer, ouder blad. Ja, het blijft gewoon iets super fascinerend hoe wij natuur begrijpen, hoe wij natuur proberen te tonen. Want eigenlijk zou het ook een beetje moeten reflecteren, hè, wat het echt niet doet. Hè. Het is super mat. Als je daar een lampje op zet, doet dat echt niks. Hè. Daar ben ik heel geïnteresseerd in. Dat we zowel in ons hoofd een wereld maken van overdrijvingen, een wereld van dingen waarvan we zelf weten dat het niet bestaat, maar dat we er wel verder op ingaan, dat we er wel graag in zouden willen leven. Dus daarmee dat ik ook die fotografie naar die digitale wereld heb gebracht, omdat ik op die manier wel een soort van evolutie zie, daar naartoe, die richting uit. En ook ja, de mogelijkheden dat het eigenlijk wel kan, of zo. Binnen 5 of zelfs 10 jaar.